De sms'en van Yves Leterme. De liefdes-sms'en. Ben je daar op een of andere manier door geraakt van de romantiek van de premier? Ik was er gelukkig niet bij betrokken. Heeft hij nooit naar u ge-sms? Nee, gelukkig niet. Oh, naar mij wel, maar... Oh ja? Ja, ja, maar ja? Geen pikant, hè. Ah, nee. Ik heb er nooit een gekregen. Als je dan, ik zou maar zeggen, de premier tegenkomt of de burgemeester van Aalst, voelde dan nooit de nood om er een keer over te babbelen of om de steek onder water te geven? Lachen, ja. Ja, eigenlijk kennen ze nu alle twee heel, heel goed. Niet van op de toren. Nee, nee, nee. Maar ik ken ze het. Dat kan je niet zeggen. Maar je kunt daar even mee lachen, ja. En ik denk dat het ook best is om die bladzijde zo rap als mogelijk te draaien weer voor hen. En hun politieke job te laten doen. Maar ja, oké, we weten als politicus, we zijn zeer kwetsbaar. Hè, dus, ja. Maar onze koning moet toch al lang doorhebben wat dat probleem is met die Yves Leterme en met zowel Milquet. Onze koning heeft toch al lang de essentie van het verhaal door. Wat is het probleem met Leterme en Milquet? Dat is dat zowel Milquet smoorverliefd is op Yves Leterme. Maar het is daarom dat die vrouw zo fanatiek non blijft zeggen. Ja, maar dat she's in love, voilà. Hé, hey, met de L van... Ja, maar dat is toch... Allee, we weten dat toch het bekende Vlaamse volkstraditioneel, zoals dat liedje van Bessegem daar. Even, hem zinneke en op Bessegem geweest. Tjinkerarabong. Ja, maar daar is dat zo, dat zinneke. En ze zei van, nee, maar ze peisde wel van ja. Tjinkerarabong. Ja, maar het is al te duidelijk. Als je die nou zou vertalen in hedendaags Nederlands, dan zouden moeten zeggen, vraag het aan. Het is echt waar, zowel Milquet is smoorverliefd op Leterme. Ik heb haar de voorbije 6 maanden, ondanks alle ruzies tijdens die onderhandelingen, niet kunnen betrappen op 1 fout woord over Yves Leterme. Geen enkele keer. Ze zei altijd hetzelfde, zowel Milquet. De sfeer is goed. Maar ik wacht op een voorstel van meneer Leterme. Het is niet omdat hij minister is dat dat nu zo extraordinair. Het is natuurlijk, ja, het is stom. Het is idioot. Oh, gunt die mens ook eens iets, bedoel. Dan iets om zijn gedachten te verzetten van al die miserie. Allee, dus Yves Leterme, die is geil op sommige momenten. Ik vond dat een openbaring, want dat was voor de mens van wie je dat precies niet verwacht. Dus ik ben blij voor Yves Leterme. Er is inmiddels ook, als ik de kranten mag geloven en de bladen, grote liefde in jouw eigen leven. Ik zie je glunder. Bekruipt jullie de goesting niet om eens op een toren te kruipen, zoals Ilse Uiters praat? Ik kan in ieder geval alleen maar voor mijzelf praten. Ja, ja, en? Nee, het Maas in Antwerpen is heel mooi en heel leuk, maar vooral om naar de stad te kijken. Ah, mijn burgemeester. De burgemeester van mijn geboortestad Aalst. Ja. Die heeft een enorme verdienste. Niet alleen ter promotie van torengebouwen in het buitenland, maar vooral omdat ze de eerste Aalsterse burgemeester is die wereldberoemd is. Ik kan me voorstellen, als je nu zo Ilse Uiters praat ontmoet, is dat een ander contact? Nee. Ik ben een van de weinigen, denk ik, dat dat filmpje niet gezien heeft. Ik zal het u niet beschrijven. Maar ik kijk uit naar wat jij er gaat van vertellen. Ik zal mijn best doen, voilà. Ja, maar en pas op, we verstaan dat gebeurt. We hebben dat onder de regeringen Paars van Verhofstadt 1 en 2 gezien. Hè. Dat is, als je die politici te lang samen laat vergaderen, dan beginnen ze aan elkaar te zitten. Hè. Oh, ja, of aan de journalisten die er rondhangen, dat is... Ja, maar de onderhandelingen zoals die nu gevoerd zijn, hebben alle records gebroken van duur. Dus het zou mij niet verbazen dat daar van alles ontstaan is aan die onderhandelingstafel in Hertogenendal. En als je dan zowel Milquet zei, en je kijkt een keer wie dat er allemaal aan die tafel zit, dan heb je niet veel keuze, dames. Dan moet ik je zeggen, allee, het wordt Yves. Ja, maar ik snap dat volledig. Dat zo... En wat zo opviel, dat is dat ze zelfs op een gegeven moment geprobeerd heeft om Yves Leterme af te zonderen. Hey, van al de rest wilde... Hey, ze zijn toch op een gegeven moment gaan vergaderen in een geheime afspraakplaats. Hey, dat was hier het Conrad Hotel in Brussel. Het heeft 3 dagen geduurd voor men wist waar ze precies zaten. Maar ik wist de eerste dag al waar ze zaten. Want ik was daar per toeval de eerste dag. Echt waar.
Nee, maar ik was daar aan het filmen met mijn cameraploeg van Geert Ost en Tjaar van Zwijn. En we lopen in die gang, ik zal het nooit meer vergeten. En opeens zwangt er zo'n deur open en Yves Le Terme staat er opeens recht voor mij. En je weet dat ik Yves ken, dus ik direct, ah wel, Yves, heb hotel maar zo wel. Ik hoop alleen voor die torenpoeper, zoals ze hem noemen, dat hij wel copyright heeft op dat filmpje. Dat is een heel populair, dat hoort bij de erotische movies sinds Barbarella. En mijn lievelingsfilm Ein Phallus für zwei, is dat eigenlijk de grootste topper. Wie zegt dat hij daar om het even wat aan het doen was? Bij mij weten is dat niet te zien. Hè? Die kan ook een auditie gedaan hebben voor een of andere film. Trouwens, ja, poepen. Wij zijn jong poepen. Tegenwoordig, dat steek mij ook tegen. Poepte jij nog? Ik poep niet meer, echt waar. Steek mij tegen. Al die bullshit, godver.